Maastricht krijgt een volledige triathlon. Dat wil dus zeggen bijna 4 kilometer zwemmen in de Maas, 180 kilometer fietsen in het Heuvelland en aansluitend nog eens een marathon. Allemaal met start en finish in Maastricht. Gedeputeerde Koopmans maakte vandaag de plannen bekend. Een contract hebben kunnen sluiten met Ironman. Bijna 750.000 euro betalen gemeenten en provincie voor het evenement. Het kost wat, maar het zal ook zeker geld gaan opleveren. Tussen de 10 en 12 miljoen jaarlijks, dat het dat in het laadje brengt. Niet bij de overheden, maar bij bedrijfsleven, zeg maar. Hotelovernachtingen en noem maar op. Naast topsporters nemen er ook liefhebbers deel aan de Ironman. In Maastricht zal dat aantal liggen tussen de 2 en 3.000. De organisatie vindt de regio rond Maastricht uitermate geschikt. Want evenementen als de Amstel Gold Race, het WK wielrennen en zeker ook de triathlon van Stijn bewijzen dat. Stijn is seit jaren goed bekend, die raad-events zijn goed bekend. En ik had zelf letztes jaar die gelegenheid, of dieses jaar in 2014, bij Amstel Gold jedermann rennen mal mitzufahren. En wenn man dat einmal erlebt hat, dan weiß man wie begeisterungsfähig deze regio hier is. Ik ben super, super, super gelukkig. Dat zegt Harry Impelmans, voorzitter van de stichting Triathlon Limburg. En de godfather van de triathlon in Stijn. Hij plantte het zaadje in 2009 bij de Ironman in Frankfurt. En uiteindelijk is het hele verhaal wat er nu uitkomt, is gewoon dat er zoveel aanvragen zijn. Dat eigenlijk ieder land minimaal wil wel één Ironman organiseren. Alleen Ironman is heel erg kritisch. Er zijn maar 12 Ironmans in Europa. En die gelden als kwalificatie voor het WK op Hawaii. Het is dé droom van internationaal top-triatleet Bas Diederen uit Susteren. Zijn wedstrijdschema voor komend jaar was al rond. Maar dat wordt nu natuurlijk omgegooid. Want Maastricht, dat wil hij niet missen. Ja, je wil daar gewoon meedoen. Dat is heel simpel. Gewoon je eigen, waar je altijd al 10 jaar, 15 jaar bent aan trainen. Die wegen, dat daar gewoon een Ironman gehouden wordt, dat is super gaaf. Bas Diederen verwacht extra goed te kunnen presteren als hij op 2 augustus voor eigen publiek probeert het erepodium te halen.